Iedereen, hartelijk welkom. Welkom meer bepaald in jouw nieuwe Proximus TV-menu. Ja, en we hebben alles volledig voor je verbeterd. En je ziet, het ziet er goed uit. Frisse kleuren, handige grafieken en veel beeld. Ja, het is niet alleen leuk om naar te kijken, maar we hebben ook alles zo handig mogelijk gemaakt. Ja, er zijn twee niveaus. Je kan dus zowel naar boven als naar opzij navigeren. En in het hoofdmenu heb je drie snelle keuzes: Mijn bibliotheek, televisie en shop. En daarnaast kan je zoeken en dat zijn dan de instellingen. In het hoofdmenu zijn er dus twee navigatieniveaus. Het niveau bovenaan bevat shortlinks. Door de afbeeldingen aan te klikken, ga je rechtstreeks naar de inhoud erachter. In het midden de laatst bekeken zender. Rechts uw selectie van films en series. Links uw laatste opnames en gehuurde programma's. Gebruik de pijltjestoets om van het ene niveau naar het andere te gaan. Het niveau onderaan geeft je toegang tot de verschillende menus en gedetailleerde rubrieken. Kijk hoe gemakkelijk je kan navigeren. De tab Televisie toont alles wat nu live wordt uitgezonden op TV. De TV-gids met alle programma's en diegene waarop TV-replay mogelijk is. Jouw vertrouwde zenders vind je onder Nu op TV. En je kan ook rechtstreeks naar de voetbal- en radiozenders gaan. Mijn bibliotheek bevat alles wat je al hebt. Het is je privé-schatkamer met jouw uitgevoerde, lopende of geprogrammeerde opnames, de gehuurde films die je nog kunt bekijken en jouw abonnementen op de passes voor films en series, zoals bijvoorbeeld Netflix of de Movies and Series Pass. In de shop vind je onze volledige catalogus met meer dan duizend films, series en tv-programma's die te huur zijn. Je vindt er ook Netflix terug. Dankzij onze selectiefilters zal je sneller vinden wat je zoekt. En dat is nog niet alles. Heb je een smartphone of tablet? Download dan onze nieuwe Proximus TV-app. Zo krijg je op al jouw schermen hetzelfde menu. Je krijgt toegang tot het hoofdmenu, jouw tv-zenders, de tv-gids, de shop en kunt zelfs jouw opnames bekijken. Het is ook leuk dat je kunt interageren en je tv-toestel kunt bedienen. Verbind al je mobiele toestellen met dezelfde modem en dus internetnetwerk waarop je decoder is aangesloten. Dan kan je bijvoorbeeld een tv-programma kiezen op je tablet en het naar je tv-toestel sturen. Hou je tablet of smartphone verticaal en je krijgt een virtuele afstandsbediening. Swipe naar rechts om je nummerieklavier op het scherm te krijgen en naar links voor de andere toetsen, zoals bijvoorbeeld play en pauze. Hulp nodig? Raadpleeg onze andere educatieve demo's die je begeleiden in het gebruik van Proximus TV via de helptoets van uw afstandsbediening. Heel veel plezier ermee! Kijk maar. Proximus altijd dichtbij.